En misschien past het om dit verband nog even aan te geven. Ja. Daar waar u melding van maakte dat ik als een van de hoogtepunten vond de ontmoeting 26 februari 1981, toen de leiders van de VHP en de NPS weer na een scheiden van 14 jaar, dat is niet weinig, de politiek bij elkaar kwamen, was dat thuis bij mij. Je moet weten, het was 1981, het was de periode van de avondklok, het was de periode van het samenscholingsverbod, het was de periode van het verbod van politieke activiteiten. En onder die omstandigheden had ik mijn huis beschikbaar gesteld om de vergadering te houden. En waarom ik deze datum ook niet vergeet is dat op die dag mijn dochter haar 15e verjaardag zou vieren en tegen haar zei ik, lief meisje, een verjaardag kunnen we altijd vieren. Maar een zodanige gebeurtenis, dat is historisch van belang. De plicht roept ons tot andere daden en we hebben besloten om de verjaardag te laten schieten. En die ontmoeting van de leiders na 14 jaar heeft thuis bij mij plaatsgevonden. Dus er zijn twee feiten. Eén, het feit op zich dat de leiders, die toch genoemd kunnen worden als meest verantwoordelijke voor het wel en wee en zeker voor rust en vrede en de orde voor deze samenleving, dat die bij elkaar kwamen, dat was op zichzelf een bijzondere gebeurtenis. En dat het thuis bij mij mocht plaatsvinden onder deze omstandigheden, maakte natuurlijk dat ik de datum van 26 februari niet vergeet.